staan alvast op een plekje waar verzameld wordt om straks mee te gaan lopen met de Walk of Hope. Erika, jij gaat met de groep? Ja, wij lopen namens Sportcentrum Agendos mee. De groep die heeft zich spontaan opgegeven. En iedereen draagt het gewoon een heel warm hart toe. En we doen dat met heel veel liefde vanmiddag. Ja. Ja, ik zou haar zeggen van ik weet waarom je het doet. Want ook jij hebt in familie mensen gehad met borstkanker. Ja, ik heb mijn moeder heeft borstkanker gehad. En vrienden van mij heb ik in de omgeving. En natuurlijk ook heel veel mensen in het sportcentrum die ik dagelijks tegenkom. Die gewoon borstkanker krijgen of een andere vorm van kanker. En dat zijn gewoon hele zware periodes voor mensen. En daar moet echt ook preventief moeten aan gewerkt worden. En daar is echt geld voor nodig en daarvoor doen we dit. We hebben dus al een hele grote envelop verzameld met geld. Mag ik vragen hoeveel erin zit? Nou, ik heb het nog niet geteld, maar dat gaan we straks doen. En dan gaan we het overhandigen aan de organisatie. Nou, we zijn heel benieuwd natuurlijk. Maar wat betekent dan zo'n dag als vandaag? Het heeft natuurlijk ook een bepaalde lading. Ook voor mensen die hier bij ons in de groep meelopen. Die er zelf ook mee te maken hebben gehad. En kijk, zo enthousiast zijn de mensen ook. Ja, iedereen die ondersteunt het. En ja, iedereen weet ook als je dat mee te maken krijgt dat je gewoon een hele zware periode gaat. En, ja. En door samen er doorheen te gaan, knok je. Nou, we knokken met z'n allen. We gaan kijken van hoe de dag gaat verlopen. Okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. Even met Inge van Hoof, want zij is degene die deze actie heeft bewerkstelligd. Hoe voelt het vandaag? Ja. Onbeschrijfelijk. Zoveel roze mensen. Ja, waanzinnig. Maar het enthousiasme van zoveel mensen, dat is zo voelbaar, dat is onbetaalbaar. Geweldig. Nou, je krijgt er een warm gevoel van als je hier naartoe rijdt en je ziet uit alle straten zie je mensen met roze kleding. Ik denk van, hoe goed kan een actie slagen? Ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet alleen mijn... dat is zoveel mensen die wat voor een ander willen betekenen en misschien niet direct de Alpe d'Huez op willen fietsen, maar er absoluut willen zijn voor een ander. Nou ja, dat is dit bewijs. Het blijkt dus toch wel, hè, dat nou bijna in elke familie deze vreselijke kanker voorkomt. Ja, daarom spreekt het denk ik ook zoveel mensen aan. Ja. Het wordt een emotionele tour, zou ik haar zeggen. Heb je nog meer plannen? Ja, we gaan zo heel mooi openen. Dat is om helemaal de juiste sfeer hier te krijgen. En als we straks terugkomen ook nog heel bijzonder afsluiten. Dus ik hoop dat het de prachtige middag zal worden die ik voor ogen heb. Goed zo. Ik zou zeggen heel veel succes. Dank je. En wat moet je hier nog aan toevoegen? Eigenlijk niks meer. Alleen maar om je heen zien. Oké, dankjewel. Dank je wel. Dames en heren, hier is Inge. Super, super, super geweldig. Echt dat jullie hier allemaal zijn. Ik weet niet hoe dat voor jullie was, maar in de loop naar daar toe en dat aantal maar bleef stijgen, dat ik me zo afvroeg hoe dat eruit zou zien. Zoveel roze mensen. Ik weet niet of dat voor jullie net zo geldt, maar ik vind het een onbeschrijfelijk gevoel. Dit plaatje. Dat jullie, dat we dit samen vandaag mogen doen. Allereerst zou ik even het woord willen geven aan de wethoudster van de gemeente Kampen. Die het initiatief namens haar ontzettend willen ondersteunen. Hier is Janita te Bak. Dankjewel Inge. Maar ik moet toch echt vragen of er nog één keer een gigantisch applaus voor jou kan komen. Applaus voor Inge. Want wat vorig jaar begon als een initiatief, is een beetje uit de hand gelopen, Inge.
het is een beetje uit de hand gelopen. Meer dan 1000 mensen gaan zometeen de Walk of Hope wandelen. Dat doen zij. Ik vroeg jou, waarom vind je het nou belangrijk? En je zei van, ja, natuurlijk omdat er geld ingezameld wordt voor de Sisters Hope. Wat me trouwens doet herinneren dat ik zometeen nog even met jou, want ik moet me nog officieel inschrijven, dus dat doen we even zometeen. Maar je zei wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, waarom ik het nog een keer heb gedaan, is omdat er na aanleiding van de vorige wandeling zoveel hartverwarmende reacties waren gekomen. Dat je zei, dat doen we gewoon nog een keer. Nou, en dat is de reden dat iedereen hier staat. Sisters Hope is een organisatie die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in Nederland. En dat is belangrijk, omdat het belangrijk is dat we steeds meer, borstkanker is wel steeds beter te genezen, maar nog steeds overlijden er veel vrouwen aan borstkanker. Dus er is geld nodig voor onderzoek naar genezing, maar er is ook geld nodig voor onderzoek naar nazorg. Maar het mooie van dit evenement is dat je dus niet, we hoeven niet 6 keer een berg op te fietsen, dat is heel fijn. We hoeven geen marathons te lopen in Afrika, we hoeven geen kanaal over te zwemmen, maar we gaan gewoon wandelen met z'n allen. Ik ga heel gauw de microfoon aan jou geven en nogmaals, super dat je dit doet. Om het gevoel nog heel even vast te houden, heb ik een hele bijzondere verrassing. Jullie hebben ze misschien al zien staan. Blijf dicht bij elkaar staan. Hou je goed vast aan elkaar. Speciaal van ons, voor ons, aan Maria Goossen en Frank Andriessen proberen te zingen thuis. Want ze vinden het ook een beetje moeilijk. Eigenlijk was er maar één liedje perfect voor vandaag, voor ons allemaal hier. En dat gaan ze voor ons spelen. Speciaal voor ons, Maria Goossen en Frank Andriessen.
gezicht hier af. Hij is gewoon niet erg. Kom wel. Hartstikke zoet. Hoe was het om als jongeman mee te lopen? Ja, leuk. Met een speciale reden? Ja, mijn moeder die heeft ook borstkanker. Dus. En dat betekent dat je dus met haar in gedachten hier gelopen hebt? Ze loopt ook mee zelf. Dat is helemaal knap, hè? Ja, samen met mijn broertjes en mijn vader en nog wat vrienden die zelfs uit Brabant nog komen. Geweldig, een goede happening. Ja, echt geweldig dat het wordt gedaan. Volgend jaar weer? Ja, zeker. Oké, sterkte. Ja, dankjewel. Erika, aan het eind, we hebben elkaar gesproken voordat je wegging. Ja, klopt. Nu ben je weer terug. Hoe was het? Ja, het was geweldig. Het is zo'n immens lange stoet. Als je erin loopt, ja, en je voelt ook de warmte van iedereen en de gesprekken onderweg. En dat is wel heel bijzonder. Een gesprek met mensen gehad die net chemo's achter de rug hebben. Daar word je wel even stil van. Ja, ik merk ook dat de stoet, nu ze terugkomen, allemaal stil zijn. Ja, klopt. Iedereen is... enorm onder de indruk. En ik begreep ook dat we zometeen krijgen nog een hele leuke afsluiting. Ik denk ook dat dat goed is, want er zijn onderweg echt... kom je dingen tegen dat je denkt van, goh, daar moet je wel eventjes over nadenken. Ja. Maar een hele prestatie ook van mensen die meelopen, die al net chemo's achter de rug hebben. En deze kilometers gelopen hebben, dat is heel bijzonder. Als je het met mij eens bent dat wij gewoon met z'n allen dit tot een geweldig feest gemaakt hebben, laat dan nog één keer van je horen. Zorg ervoor dat Nederlandse onderzoekers verder kunnen met een zoektocht naar een geneesmiddel, zodat op een mooie dag deze ziekte geen slachtoffers meer zal maken. Ik ben ontzettend trots dat Martje Hoekmaier van A Sisters Hope hier vandaag bij ons aanwezig wou zijn. Maar ik ben nog meer trots op ons. Omdat wij samen, ik heb het net al even gezien, een waanzinnig bedrag bij elkaar hebben gehaald. Dat geneesmiddel weer een klein stapje dichterbij zal brengen. Dus ik ga nu eerst de check laten zien aan jullie allemaal en die dadelijk dan aan Martje overhandigen. En dan mag zij nog even wat zeggen. Ja. Wij hebben, hou je mond op, hè? Wij hebben samen een bedrag opgehaald van bijna 10.000 euro. Ik ben in 7 jaar tijd al bij veel evenementen geweest, maar dit heb ik echt nog nooit gezien. En dat komt echt door jou, Inge. Echt waar. Heel grote applaus nog voor Inge. 1000 ballonnen. Voor al diegenen die de strijd met borstkanker aan moesten gaan. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Laten we aftellen van 10. 10! 9!